Vorige week donderdag belde Fred van Vliet ons op. Hij vertelde over de inbraak in zijn woning, waarbij de sieraden van zijn in Auschwitz vermoorde moeder werden gestolen. Het enige aandenken aan moeder Rachel, die hem als 4 maanden oude baby overdroeg aan vrienden. Fred groeide op in Sneek, als zoon van de familie van Vliet. Pas veel later kwam hij er zelf achter dat hij Joods was. Het verhaal van de Harlinger Fred van Vliet werd helaas actueel door het stelen van de sieraden. Mijn moeder die is in de oorlog dus omgekomen. Die is met mijn vader in Auschwitz zijn die vermoord. Mijn moeder heeft mij toen ik 4 maanden was, heeft ze mij laten onderduiken. Waarschijnlijk de sieraden aan een kennis gegeven. En ik ben dus als door een wonder ben ik gered. Je bent opgegroeid in Sneek, hè? Ik ben opgegroeid in Sneek. Ik ben... Eerst in een helder ondergedoken geweest. Daar ben ik door verraad naar de crash in Amsterdam gebracht. Daar ben ik gelukkig heel snel door de Amsterdamse studentengroep uitgehaald. Want binnen een maand was de hele crash werd afgevoerd naar Westerbork. En toen ben ik in Sneek terechtgekomen. En hoe ben je nou aan die sieraden gekomen dan? Ja, die sieraden die waren dus bij... Een vriend waar mijn moeder mij toen naartoe gebracht heeft. Of een kennis van mijn ouders eigenlijk. En die heeft na de oorlog die sieraden aan mijn ouders. En ik noem de familie van Vliet mijn ouders. En mijn biologische ouders en Salomon en Rachel. Die heeft ze bij mijn ouders gebracht. En in het begin wist ik dat helemaal niet. Je had helemaal niet door dat je een Joods jongetje was? Nee, dat wist ik helemaal niet. Dat kwam pas toen ik 11 was. Toen werd ik een keer uitgescholden voor rotjood. En toen ben ik naar huis gegaan en dan zei ik tegen mijn moeder, wat is dat? Nou, die heeft me er iets van verteld en ik ben verder gaan spelen, dat zei me niets. En pas een aantal jaren later ontdek je dus dat... Eigenlijk hoor je meer van het verhaal. Mijn moeder droeg altijd dat gouden armband, of heel vaak. En toen vertelde ze mij ook van wie het geweest was. En ze heeft mij zelf ook gevraagd, mag ik dat dragen? Nou ja, dat was natuurlijk ja. En dat armband en de sieraden toen wij trouwden is bij ons gekomen. Mijn vrouw droeg het heel vaak. En de andere, de halsketting die dus ook... verdwenen is. En die hebben mijn beide dochters op het trouwen gedragen. Nou, dat is natuurlijk heel speciaal. Het zijn eigenlijk de enige tastbare dingen van je moeder die je nog hebt. Ja, dat was het ook. En dat is ook het bijzondere. Ik bedoel, alles wat ze gestolen verder hebben, apparatuur, andere juwelen, dat is allemaal te vervangen of niet te vervangen. Dat is alleen eigenlijk maar geld. En dat speelt in zo'n geval helemaal geen rol. Alleen dit... Ja, dit is onbetaalbaar. Hier kun je... Ja, dit heeft zo'n hoge emotionele waarde. Zo'n grote emotionele waarde. Dat, ja, ik bedoel... Het is... Soms dan komt het weer. Dan zitten we en dan lopen de tranen weer over mijn wangen. Ik bedoel, voordat jij hier kwam vanochtend... heb ik even buiten gelopen. Want het was me allemaal even weer te veel. Je leest het, je ziet het. Je ziet weer een foto van je moeder... En dan zie je de sieraden en dan is het zakdoekenwerk. Ja. Tot slot, je hebt iets om je nek hangen. Ja. Dat moest in beeld. Wat nou, is dat? Dat is een gai, dat is een Joods teken van leven. Mm-hmm. En ik ben natuurlijk vreselijk blij dat ik de oorlog overleefd heb. Kijk, laten we wel wezen, mijn moeder, toen ik 4 maanden was... en mijn vader was al opgepakt en mijn moeder... Salomon was opgepakt en Rachel... voelde wel aan, en dat voelden de meeste Joden wel in 1943, dat het helemaal misging. Mm. Die heeft mij afgestaan. En als je dat, je moet voorstellen dat een moeder haar kind naar iemand brengt en weet dat ze waarschijnlijk het kind niet meer terug zal zien. Hè, dat moet heel vreselijk zijn. Mm. En dat gevoel heb ik ook als ik met een kleinkind... Op schoot zit en vooral toen de eerste klein meisje van kleinkind van 4 maanden, nou dan vloeien er heel wat tranen hoor.